gaan we dat doen? Handje zetten in het beton. Leuk, hè? Heel snel wezen. Joost gaat zeggen wanneer het mag. En dan in één keer, patwoem, handje erin. Ja? Weet jij wat hier komt? Het kindcentrum. En dan komen alle scholen in het kindcentrum. Dat er ook nieuwe kinderen komen en zo. Kun je ook nieuwe vrienden maken en zo. Oké, dat vind je wel belangrijk? Ja, en ook gewoon jezelf zijn en zo. Hier staan we nu bij de bouw, bij de start van de bouw in Ols voor het kindcentrum. Er komt ook eentje in Weijen. En dan hopen we echt dat we nog jaren toekomstgericht mee kunnen met onze onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. Waarom is het belangrijk om dat allemaal te centreren? Nou, dat is een discussie inderdaad die al lang geleden is begonnen. Hè. Toen hadden we het nog over leerlingenprognoses die omlaag gingen. Dus we dachten dat er minder leerlingen in onze gemeente zouden wonen. Maar inmiddels weten we dat het aantal leerlingen stijgt. En we zitten wel veelal in verouderde schoolgebouwen die sowieso of verbouwd of verduurzaamd moesten worden. Dus nu hebben we gezegd, dan zetten we het kind centraal. En dan doen we alle voorzieningen rond kinderen. Dus en onderwijs en zorg en ondersteuning in één gebouw. Zodat alles echt het kind centraal en alle voorzieningen dichtbij zijn, inclusief sport en bewegen. Alle mensen die belangrijk voor ze zijn, die rondom het kind staan, die werken er ook en weten elkaar ook makkelijker te vinden. Dus de samenwerking kan makkelijker gaan. Alle organisaties onder één dak. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dat werkt fantastisch. Hoe je dat moet zien is dat wij als kerngroep de school aan gaan sturen met z'n drieën. Of het kindcentrum aan gaan sturen met z'n drieën. En dat we met onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers concrete afspraken gaan maken hoe het vorm gaat krijgen. Dus we gaan bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit gaan we samen kunst ontwerpen. Of we gaan bewegingsonderwijs goed neerzetten. Want dat vinden we alle drie ontzettend belangrijk. Om daar een doorgaande lijn binnen het kindcentrum te bouwen. Roos!